Welkom bij een nieuw filmpje van ABC E-Business. In dit filmpje ga ik de inzet en het gebruik van Intercompany in Business Central bespreken. Binnen Business Central is het met Intercompany mogelijk om vanuit een bedrijf een verkoopfactuur te sturen naar een ander bedrijf. In het andere bedrijf wordt dan automatisch een inkoopfactuur aangemaakt. Dit is één voorbeeld hoe Intercompany binnen Business Central ingericht kan worden. En dit voorbeeld zal ik nu verder toelichten. Ik zal eerst de benodigde inrichting doorlopen van beide bedrijven. Daarna gaan we een verkoopfactuur aanmaken en boeken. Vervolgens gaan we naar het andere bedrijf om daar de automatisch aangemaakte inkoopfactuur te bekijken. Nou, waar beginnen we mee? Als eerste zullen we bij ieder bedrijf, bij de bedrijfsgegevens, bij communicatie, de partner zeg maar, van het eigen bedrijf aangeven. Ik zit nu in Intercompany bedrijf 1, dus ik noem dan mijn IC partnercode IC1, zodat alle andere bedrijven die ooit Intercompany met dit bedrijf willen doen, zullen dan de partner IC1 moeten aanroepen. Soort IC inbox is database, want de bedrijven waar ik mee Intercompany ga voeren zitten ook in de database. En ik heb ingesteld dat de transacties automatisch verzonden mogen worden. Vervolgens zullen we in dit bedrijf een IC-partnerkaart aanmaken. We gaan naar IC-partners. Ik heb hier een IC-partner aangemaakt. En hier zie je al Intercompany 2 staan. Dit is het andere bedrijf. En hierbij heb ik aangegeven dat ik een leverancier heb. En dat is dan de Intercompany leverancier van bedrijf 2. Nou, hoe richt je dat in? Dit is de IC partnercode die ik zojuist bij de bedrijfsgegevens heb laten zien in dit bedrijf. In het andere bedrijf, zoals we meteen ook naartoe gaan, staat daar IC2. De naam heb ik even Intercompany 2 genoemd. En ook hier database type, omdat het bedrijf in dezelfde database zit. Hier kan ik dus koppelen met welk bedrijf mijn Intercompany klant of Intercompany leverancier zit. Vervolgens kan het zo zijn, in deze situatie heb ik alleen een leverancier, want in het andere bedrijf heb ik zo meteen een Intercompany klant aangemaakt. Het zou ook kunnen zijn dat beide bedrijven aan elkaar factureren, dan zou je zowel een Intercompany klant als een Intercompany leverancier kunnen hebben. Als we de partnerkaart goed ingericht hebben, ga ik even nog naar het rekeningsschema toe. Hier hebben we de IC rekeningsschema. En hier heb ik ingesteld. Op het moment dat er straks een factuur vanuit het andere bedrijf gestuurd wordt met deze grootboekrekening, wordt het in dit bedrijf vertaald naar grootboekrekening 14950. En dat is factureren Intercompany 1. Dit zullen we straks zien dat de verkoopfactuur die we aan de andere kant aanmaken, zal aan deze kant een inkoopfactuur worden en die zal dan landen op grootboekrekening 14950. Als laatste wat ik dan ingericht heb, is bij het normale rekeningsschema. Dan gaan we weer naar die grootboekrekening 14950. En dan kun je zien hier dat ik ook die standaard IC grootboekrekening hier gekoppeld heb. Nou, dit is genoeg voor de inrichting voor het eerste Intercompany bedrijf. Nu gaan we naar het andere Intercompany bedrijf kijken. Ik ga nu openen Intercompany 2. Vervolgens zullen we hier even dezelfde gegevens nalopen. Als ik hier nu ga naar bedrijfsgegevens, zie je hier staan dat ik dit bedrijf gekenmerkt heb als IC2. En die IC2 zag je net in het andere bedrijf bij de IC partnerkaart terugkomen. Voor de rest heb ik hier ook ingesteld op database en ook dat de transacties automatisch verzonden mogen worden.
Als we hier gaan kijken bij de IC partnerkaart. Open ik hier dus IC1. En nu kun je hier zien dat ik hier het andere bedrijf Intercompany naam heb neergezet. En die is ook gekoppeld aan Intercompany 1. Nou, omdat ik vanuit deze kant ga factureren door middel van een verkoopfactuur aan het andere bedrijf, heb ik hier dus een Intercompany klant ingericht. Dat is Intercompany 1. En een tegoedrekening eraan gekoppeld. Debiteuren Intercompany. Vervolgens ga ik hier naar mijn IC-rekeningsschema. En aan deze kant heb ik nu ingericht dat als ik de grootboekrekening omzet Intercompany gebruik, dat deze ook automatisch in de regel van de verkoopfactuur moet ingevuld worden, die gebruikt gaat worden richting het andere Intercompany bedrijf. Vervolgens ga ik hier ook naar het rekeningsschema toe en hier ga ik even zoeken op de Intercompany rekening. En hier zie je dezelfde soort inrichting dat ik ook hier die IC Partner grootboekrekening heb gekoppeld aan de omzet Intercompany rekening. Nou, dit is op dit moment de inrichting die we nodig hebben om een verkoopfactuur vanuit dit bedrijf naar het andere bedrijf te sturen. Ik ga nu een verkoopfactuur aanmaken. Ik selecteer verkoopfactuur. En ik zeg nieuw. En hier ga ik mijn klant zoeken. Dus dit wordt mijn klant Intercompany. Intercompany 1. Vervolgens ga ik hier een regel invoeren en nu ga ik een grootboekrekening selecteren en de betreffende grootboekrekening die we nu voor Intercompany gaan gebruiken. Hier selecteren we omzet Intercompany. En je ziet omdat we die koppeling hebben gemaakt met IC rekeningsschema en aan de betreffende grootboekrekeningkaart wordt deze nu automatisch gevuld. Ja, ik zet hier aantal 1 en we vullen nu een bedrag in van 1000 euro. Nou, op dit moment ga ik deze factuur dus doorsturen naar het andere bedrijf. En dat is helemaal ingericht, want dit is de Intercompany klant. En deze zit ook gekoppeld aan de Intercompany partnerkaart. En hierdoor weet hij ook weer naar welk bedrijf die moet. Deze factuur gaan we nu boeken. Wilt u de factuur boeken? Ja. En we hebben hier nu een geboekte verkoopfactuur. Nou, het verkoopfactuurnummer is de PSI 2100011. Nu gaan we naar de andere kant kijken of daar de inkoopfactuur ook automatisch is aangemaakt. We openen het andere bedrijf. Intercompany 1. We gaan hier naar inkoopfacturen en we zien dat hier een inkoopfactuur is aangemaakt op basis van Intercompany 2, de leverancier. En je ziet hier in de regel dat er ook gekozen is voor 14,59 omzet Intercompany 1 en die 1000 euro. Deze factuur kunnen we nu dus in deze omgeving boeken. En hier bij factuurnummer leverancier zie je dus ook het verkoopfactuurnummer van de andere zijde die we zojuist geboekt hadden. Boeken, boeken. En nu hebben we aan deze kant ook een geboekte inkoopfactuur.
Dus wat heb je nu geleerd? Je hebt gezien hoe je in beide bedrijven de inrichting moet neerzetten om intercompany te kunnen werken. Vervolgens heb je gezien hoe je na het boeken van de verkoopfactuur automatisch in het andere bedrijf een inkoopfactuur krijgt. Bedankt voor je aandacht en veel succes!